Hoogspanning. Daar gaat het een verhaal over. Hoogspanning, jullie kennen denk ik allemaal wel de hoogspanningsmasten die je her en der in de weilanden ziet. Daar wordt dus stroom, elektriciteit moet ik zeggen, onder hele hoge spanning getransporteerd. Dat gaat vanaf de energiefabriek, in dit geval de kralencentrale, gaat het naar je huisje. Dat heb ik ook hier. Dus dit is hier de energiefabriek. Dit is de voeding. En aan de andere kant heb ik mijn huisje. En je ziet aan allebei de kanten brandende lichtjes. En dat is natuurlijk wel heel erg prettig dat je licht thuis ook brandt. En niet alleen dicht bij de centrale. Ja. Het woordje hoogspanning. En als je dan al die hoogspanningsleidingen boven in de lucht ziet. Dan zou je misschien denken van, oh, dat heeft misschien iets te maken met die hoogte. Maar dat slaat werkelijk nergens op. Want kijk, je hebt ook hoogspanningsleidingen voor onder de grond. Hier zitten allerlei mantels omheen. En nou ja, dat heeft niks te maken met die hoogte waarin het in de lucht hangt, maar met de hoogte van de spanning die op die kabel staat. Je ziet dus hier zo'n ader van een hoogspanningsleiding. En misschien kan iemand al zien welk materiaal dit is. Aluminium. Aluminium. IJzer. Welk materiaal was misschien nog beter geweest dan aluminium? Metaal. Koper. Nog beter? Iemand? Goud. Wat? Zilver. Bijna? Zilver. Zilver is ook een zeer goede geleider van elektriciteit. Alleen dat is een beetje duur, dus dan hebben we dat maar niet gekozen. Daaropvolgend krijg je koper, ook een hele goede geleider, maar ook een beetje duur. En bovendien, als je dus dit soort kabels over afstanden van een paar honderd meter wil maken, dan krijg je dus als je het van koper maakt, wordt het super zwaar. Gaat het ook eens een keer doorzakken, allerlei nadelen. Kortom, we kiezen voor aluminium, omdat het het beste uitkomt. Aluminium. We gaan dus die stroom transporteren en je kunt je dan afvragen wat gebeurt er onderweg met die stroom, met die spanning. Even mijn camera een beetje richting scherm draaien, want waarschijnlijk staat dat net niet in beeld. Je hebt dus hier een energiecentrale. In dit geval is het een gasgestookte centrale in Limburg. Nou, je hoort aan mijn accent, daar kom ik vandaan. Uit het dorp hier in Maasbracht. Ik heb er zelf een beetje stage gelopen, dus ik heb er wat mee. Daar wordt energie opgewekt. En de spanning die ze daar leveren, afgebridged, is 2000 volt. Oftewel, hoeveel volt is dat als je omrekent in kilovolt? 2 kilovolt. 2 kilovolt is wat daar afgebridged komt. En dan heb je dicht bij de centrale, heb je meteen een transformatorveld. Dus daar wordt de stroom getransformeerd. We gaan daar van 2 kilovolt naar een 380 kilovolt. Dus de spanning gaat daar een 200 keer omhoog. Het staat hier verkeerd, het moet 200 zijn. 200 keer hogere spanning. Maar de energie wordt hier gemaakt. Daar wordt geen energie gemaakt, er wordt elektriciteit omgevormd. Dus als ik de spanning ga verhogen, dan kan ik daarmee geen energie winnen. Dus er gaat ook ergens iets omlaag. Heeft iemand een idee waar dat dan ten koste van gaat? Kent iemand een formule over vermogen, spanning en stroom? Vermogen, P, spanning en stroom? Iemand moet dat hebben gehad hier. Vorig jaar heb ik dat gehad. P. Juist. En als ik nou met zo'n transformatorveld, mag ik die sticht even lenen, de U omhoog gooi. Maar ik ga dus geen energie daarop leggen. Wat gaat er dan omlaag? Als die P constant blijft? De I. Juist. Stroom, die gaat omlaag. Dus ik krijg hier zometeen een hoge spanning. Maar de stroom wordt heel erg klein. Ik ga dus hier met een 3 kilovolt richting. Oh, dat vergroot ik automatisch uit. Nou, we hebben een huisje bij jullie in de buurt of in de stad. Dit soort transformatorhuisjes kennen jullie wel. Vroeger dachten ze, weet je wat, we doen het in zo'n huisje. Dan denken de kinderen dat het gewoon huisje is en blijven ze daar wel vanaf, want dat is veiliger. En daar is een keurig dakje erop. Later zijn ze daar vanaf gestapt, krijg je platte daakjes. En nog iets dieper in de wijk, dichter bij huis, heb je van dit soort kleine transformatorkastjes. Tenzij ik me vergist heb, en dit is een ADSL kastje, maar dat kan tegenwoordig ook met internet te maken hebben. Maar dit is normaal gesproken een transformatorhuisje, zo zien die eruit. En dan komt het bij je thuis in huis met 230 volt.
Dus ik was omhoog gegaan van 2000 naar 380.000. En dan ga ik de stappen weer omlaag tot in huis 230 volt. En dan soms ga je in huis ook nog een keertje omlaag via zo'n trafo wat je daar in je stopcontact stopt. Voor je mobieltje bijvoorbeeld. Want die wordt geladen, ik dacht met een spanning van 5 of 6 volt. En dan een gelijkspanning ook in plaats van wisselspanning. En dan kun je af gaan vragen, waarom ga ik hier enorm omhoog die spanning werken bij lage stroom. En als ik dan eenmaal dichter bij huis kom, ga ik die spanning weer omlaag brengen. Waarom maak ik eigenlijk zo'n omweg? Waarom ga ik niet gewoon rechtstreeks hier 230 volt leveren en dan thuis afleveren? Daar moet natuurlijk wel een reden voor zijn. En dan moet je eens afvragen. Die afstand tussen die centrale en je huisje. Doe ze gok. Hoe groot is die afstand? Noem ze cijfer. Kilometers. 60, zeg jij? 2000 is een beetje veel, hè? Dan zouden we de stroom ongeveer de Oostenrijk kunnen halen. Dat is een beetje over de top. Italië zelfs, dat is echt ver. Maar 60 kilometer kan maar zo, dat je huis op 60 kilometer van een elektriciteitscentrale staat. Vooral als je bijvoorbeeld ergens in Groningen woont, daar waar je wat minder centrales hebt en grotere afstanden. Als je zulke dikke leidingen hebt van goed geleidend materiaal, maar ze zijn 60 kilometer lang, wat gaat er dan gebeuren onderweg met je energie? Energie neemt af. Je verliest je energie onderweg. En waar gaat die energie naartoe? Waar wordt die in omgezet? Lucht. Daar gaat die naartoe. Maar waar wordt die in omgezet? In de vorm van? CO2. CO2? Nee. Wat gebeurt er als je zo moet opladen? Of je telefoon stopcontact laat zitten en laat niet op? Wat merk je dan? Dat hij niet opwarmt. Dat hij kapot is. Warmte. Dus het is leuk als je daar onderweg heel veel warmte verliest. Want die vogeltjes die erop gaan zitten krijgen dan lekker warme pootjes. Maar we hebben er niks aan. Dus dat warmteverlies dat willen we graag beperken. En om dat warmteverlies te voorkomen, daarom gaan we transformeren. En naast de formule P is U mal I. Hebben jullie nog een zitting weer gelaten? Lilo, wat zei je? Hebben jullie nou een andere formule gekregen voor stroom? En jullie hebben geleerd, of gaan nog leren, dat weet ik niet helemaal zeker. R is gelijk aan stroom, spanning, die weten. U. En? Nee. Hebben jullie het gehoord? A. A. I. Ja, C. Dan is het hele alfabet ook. Jullie eerst dan? Ja. Aan het af van je spanning en van je stroom. En als ik die formule ga omvormen, dan krijg ik U is gelijk aan I maal R. U is I maal R. En in deze formule zit ook een I en U. Dus als ik dat ga omschrijven, krijg ik P is I maal R maal I. Mag ik kort opschrijven als stroom in het kwadraat. Maal de weerstand. De stroom in het kwadraat. Ik heb hier een formule opgeschreven waarmee ik het gedrag van een weerstand kan laten zien. Het gedrag van een weerstand. Het vermogenverlies over een weerstand. Als ik er een bepaalde stroom eraan doorheen stuur en ik heb een bepaalde weerstandswaarde, dan kan ik uitrekenen hoeveel energie ik verlies in zo'n weerstand. En dit zijn hele lange weerstanden, maar het is gewoon een weerstand. Dus dan zie je de stroom, die staat in het kwadraat. Als ik die stroom klein kan maken, dan scheelt dat enorm veel energie. En dat is in feite wat je doet met transformeren. Je hebt hier een spanning, in dit geval, dit fabriekje levert een spanning van, even spieken, wat heb ik erop gezet? 10 volt. 10 volt. Wisselspanning. Ik ga dat hier via een trafo, 200 windingen, aan de andere kant 1600 windingen, ga ik de spanning met een factor 8 verhogen. De stroom gaat dus 8 keer omlaag. En 8 keer in het kwadraat, dan bespaar ik dus 64 keer zoveel, dan verlies ik 64 keer zo weinig energie.
Als je dan gaat kijken naar deze centrale waar ik 200 keer ging verhogen, dan is mijn energieverlies 400 keer zo laag. Dus dat scheelt nogal. Dus dat is een goede reden om dat te doen, om dus die stroom te verlagen. En in diezelfde formule zie je ook dat de spanning er eigenlijk niet toe doet. Waarom doet de spanning er niet toe? Ik weet het niet. Hij staat niet in een formule. Oh. Dus het energieverlies over een weerstand heeft niks te maken met de spanning. Met andere woorden, we kunnen de spanning zo hoog maken als dat we willen. Het levert dan ook wel geen energieverlies op voor het transport. Ik heb hier een centrale, ik heb daar mijn huisjes. Hier zie je de spanning van de centrale. Dus die heb ik rechtstreeks op die lampjes gezet, 10 volt, en die lampjes die branden prima. Ik heb hier dezelfde set lampjes bij het huisje gezet. Dus ik ben door mijn weerstand gegaan. Ik heb hier de spanning met een factor 8 verhoogd. Ik ga hem hier weer met een factor 8 verlagen. Dus je zou zeggen, ik moet weer op hetzelfde uitkomen. Maar ik heb wel weerstanden, dus ik verlies wel energie. Kan iemand zien dat die lampjes even fel branden of niet even fel branden? Die rechter, daar zijn de twee die veel minder fel branden. Juist, hè? Je ziet hier duidelijk deze twee minder fel branden als daar bij de fabriek. Dus ik heb wel energie verloren. Dat kun je niet voorkomen. Als je over zo'n afstand energie gaat verplaatsen, verlies je onderweg energie. De vraag is dit een redelijk energieverlies of is het veel te veel? Veel. Veel te veel. Vind jij jammer? Ze branden eigenlijk duidelijk minder hard, hè? Dus dat we dat eventjes goed in de gaten houden. Maar weet je wat we gaan doen? We gaan die ene theorie nou eens proberen. Als we nou hier bij de fabriek 230 volt gaan opleveren. En dat brengen we dan rechtstreeks naar het huis. Zonder eerst te verhogen en te verlagen. Dat kunnen we hier uitproberen. Dus schakel hem eventjes uit. Ik ga eventjes de boel omlussen. Dan sla ik deze trafo over. Want ik heb nu de kabels rechtstreeks aangesloten op de uitgang van de fabriek. Dat doe ik aan de andere kant ook. Dan sla ik ook mijn trafo over. Dus nu gaat mijn stroom rechtstreeks naar het huisje. Die trafo is ook overgeslagen. Als ik de boel nu aanzet, dan hoop je natuurlijk dat de lampjes thuis net zo hard branden als bij de fabriek. Maar wat denken jullie, wat gaat er gebeuren? Helemaal niet branden. Ja, er moet iets negatiefs gebeuren natuurlijk, anders is mijn verhaal naar zijn malle moer. En dan zie je de lampjes bij de fabriek nog steeds goed branden. Maar de lampjes thuis, jij zit het dichtstbij. Kan je zien dat die nog brandt? Ja. Heel klein beetje, heel klein lichtpuntje. Dan ga ik de zwaarste lamp thuis maar even uitzetten. De zwaarste stroomfabriek eruit, of de stroomgebruiker. Dan zie je dat die andere twee nog wel een beetje branden. En als ik nog eentje uit doe, zie je dat lichtste lampje doet het nog maar net. Als je dat procentueel gaat bekijken, hoeveel energie van wat ik hier produceer, komt er thuis aan? Doe eens een gok. Hoeveel? Hoeveel? Zes. Zes, ja. Mag nog lager zijn wat mij betreft. Dus het maakt niet uit, maar er blijft bijna niks over. Bijna niks. En dat is dus de hele reden waarom we gaan transformeren. We transformeren die stroom naar een hele hoge spanning. Zodat we een kleinere stroom nodig hebben om door die kabels te sturen. Daarmee met de weerstandsverlies verlies je veel minder vermogen door die weerstand. En dat loont zich dik en dubbel. Want je ziet het, dat blijft in het ene geval nog redelijk wat over. En in het andere geval bijna niks. Daarom doen we dat. Dat is mijn verhaal, denk ik, zover. Goed.